wat vertellen over het boek wat ik op dit moment aan het lezen ben. Ik zal meteen zeggen dat ik hem nog niet helemaal uit heb. Het is het boek De Depressie-epidemie van Trudy de Hu. En je zal denken, dat is natuurlijk een zeer deprimerend onderwerp. Maar het is vooral heel prikkelend. Het is vooral, het schopt om te beginnen natuurlijk al de nodige heilige huisjes omver. Het gaat dus even met een kritische blik heen door door een aantal aannames. En het prikt ook bepaalde aannames over wetenschapsfilosofie door. Trudy is zelf wetenschapsfilosoof. Ze gaat kritisch na of alles wat over depressie verteld wordt, of dat nu wel klopt. Ze doet ook aanbevelingen om op een andere manier, met een andere bril te kijken. En wat mij heel erg aanspreekt, is ze legt vooral ook de nadruk op eigen verantwoordelijkheid. Wat kunnen mensen zelf doen om hun kwaliteit van leven te verbeteren, zonder afhankelijk te worden? Het boek heeft vrij veel stof doen opwaaien, maar daar hou ik heel erg van. En ik heb het boek dus nog niet helemaal uit, zoals ik al zei. Ik ben heel benieuwd hoe het eindigt. En ik kan u dit boek aanbevelen als u graag een tegendraads boek leest.